Deze beschouwing die gaat over de coronacrisis. Het is nu 2 april. En gisteren ben ik gestuurd op 2 filmpjes van... De ene is van Radio Gelderland. En die andere is, denk ik, van het NOS-journaal. En moet je eens even heel goed luisteren naar die audio. Ik heb bij de... Oh ja, je hoort alleen maar audio, sorry. Maar goed luisteren wat ze zeggen. Heel goed opletten. Dit is echt een kwestie, dit was een lesje in logica. En je leert er nog wat van ook. En wel als eerste heb ik voor jullie dan gevonden een interview met een man. En die is de stadsparkwachter hier in Arnhem. Voor het Sonsbeekpark. En dat park dat ken ik. Wereldberoemd in Arnhem. Moet je even luisteren wat die man daar vertelt. Hier, dit is niet goed. Wat is dit nou? Wacht eventjes. Doe we zo. Je krijgt eerst een introfilmpje. Dat is niet zo bi. Ik werd eigenlijk vorige week gewoon s'avonds een beetje grieperig. Ik ben vorige week... woensdagavond om 4:55 dacht ik, nou, het gaat echt niet goed, ik ga naar bed. En 24 uur later lag ik nog steeds in bed en toen had mijn vriendin de huisarts gebeld. En nog vrij snel naar het meten van zuurstof in mijn bloed had ik te weinig zuurstof. En toen werd de ambulance gebeld en voor ik het wist zat ik hier in de ambulance en reed ik richting het ziekenhuis. Ik kreeg gelijk zo'n slangetje in je neus, echt heel erg koud en... Ik wilde slapen en ik kreeg al niet zo heel veel meer mee. En enorm hoofdpijn. Echt, toen dacht ik echt, ik weet niet of ik dit aan kan. Ik ben echt niet een aansteller of een nietje, maar het was echt zo ontzettend pijnlijk. Ik ben gisteren thuisgekomen en ik voel me eigenlijk heel goed. Dus... Nou, dit is dus een coronageval. Wat had die man... afgaande op zijn eigen woorden. Hij had een grieperig gevoel. Toen heeft hij de hele dag op bed gelegen. Had geen zin om op te staan. Toen heeft zijn vriendin de dokter gebeld. Die hebben toen ter plekke een bloedproef gedaan. En toen hebben ze geconstateerd dat het zuurstofgehalte in zijn bloed aan de lage kant was. En toen hebben ze een ambulance gebeld, is hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar kreeg hij een slangetje in zijn neus. Hij had het heel erg koud. En hij kreeg heel erg hoofdpijn. En 5 dagen later was hij weer beter. Ik kan de rest van het filmpje nog laten horen hoor, maar... Hij beklaagt zich dan nog over het feit dat alhoewel hij niet met mensen werkt, maar alleen in het park, dat hij ook niet in het park mag werken. Maar dat vindt hij eigenlijk helemaal niet erg. Ik vraag me alleen af waarom hij niet in het park mag werken. Steekt hij dan de bomen aan? Ja, we hebben hem over. En hij blijft toch echt op 1,5 meter afstand. Dat kan hij toch makkelijk doen als parkwachter? En wat moet je eigenlijk doen als parkwachter in het Sonsbeekpark van Arnhem? De eendjes tellen? Wat moet je nou doen in deze tijd van het jaar? Ik zou het niet weten hoor. Maar het zal wel ergens voor nodig zijn. En nog eens even naar zijn, moet je naar zijn stem als die begint. Dan zegt die vorige... En dan hapert hij even. Vorige week. Vorige week. Zo, je zegt de vorige week. Je weet het nog wel dat het een week geleden is. Je zegt de vorige week. Vorige week. Zo spreek je dat uit. Niet vorige week. Vorige, wat was het ook alweer? Vorige dag, vorig jaar, vorige maand. Oh nee, vorige week. Ja, ik weet het alweer. En dan zegt hij ook echt, dan kreeg ik heel erg hoofdpijn en zo. Ik zal het nog een keer laten horen en dan ga ik even wat pauze door doen, ja? Ik werd eigenlijk vorige week gewoon s'avonds een beetje grieperig. Op een gegeven moment vorige week. Op een gegeven moment vorige week.
Hij zegt twee keer vorige week. Hè? Ja, ik weet eigenlijk vorige week gewoon. Vorige week gewoon. Ik werd eigenlijk vorige week gewoon. Waarom zegt hij niet? Vorige week heb ik een hele. Ja, ik voelde me vorige week helemaal niet lekker. En toen heeft mijn vriendin de dokter gebeld. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt. Ik werd eigenlijk vorige week gewoon s'avonds een beetje grieperig. Ik ben vorige week. Woensdagavond om een uur of vijf dacht ik, nou, het gaat. Gaat hij zeggen. Nog een keer. Een gegeven moment, vorige week. Ja, ik werd eigenlijk vorige week gewoon s'avonds een beetje grieperig. Oké. Ik werd eigenlijk vorige week gewoon s'avonds een beetje grieperig. Ja, oké. Ik ben vorige week. Een gegeven moment vorige week. Woensdagavond om. Woensdagavond. Uur of vijf dacht ik, nou, het gaat echt niet goed, ik ga naar bed. Ja, hij werd vorige week een beetje grieperig. En woensdagavond ging het echt niet goed. En 24 uur later lag ik nog steeds in bed. En toen had mijn vriendin. 24 uur later lag ik nog steeds in bed. Ik zou zeggen, ik heb de hele dag in bed gelegen. In de huisarts gebeld. En toen heeft ze de. Ik ga die weer zeggen, stotteren. Wat heeft ze ook weer gebeld? Gewoon s'avonds een beetje grieperig. Ik ben vorige week woensdagavond om een uur of vijf dacht ik, nou, het gaat echt. Woensdagavond om een uur of vijf. Dat lijkt mij woensdagmiddag. Ik kan zeggen, Perry zit nou echt te neutelen. Maar het is wel zo. De avond begint pas om 6 uur. Huh? Echt niet goed, ik ga naar bed. Echt niet goed. En dan ging ik naar bed. 24 uur later. 24 uur later. Wel dramatisch, hè? De volgende dag, 's avonds. Lag ik nog steeds in bed. Lag ik nog steeds in bad en. Toen had mijn vriendin de huisarts gebeld. En nog vrij snel naar. En toen heeft mijn vriendin de huisarts gebeld. En al vrij snel. Het meten van zuurstof. In. Eigenlijk al vrij snel. Na het meten van het zuurstof in mijn bloed. Bleek dat ik te weinig zuurstof had. Normaal gesproken duurt het langer of zo? Ja, ik ben al gewend, hè? Zuurstof in je bloed meten. Nou, ze hebben wel 3 weken wachten op de uitslag, hoor. Maar het was echt vrij snel daarna dat ze het al wisten. Dat zegt hij dus. Dat is even onzin. Ik ben vorige week woensdagavond om een uur of vijf dacht ik, nou, het gaat echt niet goed, ik ga naar bed. Nou, dat is woensdagavond om een uur of vijf, dat is woensdagmiddag. Gaat er echt niet goed, ik ga naar bed. En 24 uur later lag ik nog steeds in bed en toen had mijn vriendin de huisarts gebeld. Toen had mijn vriendin de huisarts gebeld. En nog vrij snel naar. En al vrij snel na. Het meten van zuurstof. En al vrij snel na het meten van het zuurstof. Stof in mijn bloed. Had ik te weinig zuurstof. Had ik te weinig zuurstof. En toen werd de ambulance gebeld en voor ik het wist zat ik hier in de ambulance en reed ik richting het ziekenhuis. Hij kreeg gelijk zo'n slangetje in je neus. Ja. Ik kreeg gelijk zo'n slangetje in mijn neus. Echt heel erg koud en Ik wilde slapen en ik kreeg al niet zo heel veel meer mee. En enorm hoofdpijn. Echt, toen dacht ik echt, ik weet niet of ik dit aan kan. Hij had een hoofdpijn waarvan hij dacht, ik weet niet of ik dit aan kan. Hij kreeg gelijk zo'n slangetje in je neus. Echt heel erg koud en ik wilde slapen en ik kreeg al niet zo heel veel meer mee. En enorm hoofdpijn. Echt, toen dacht ik. Ik weet niet of ik dit aan kan. Ik ben echt niet een aansteller of een nietje, maar het was echt zo ontzettend pijnlijk. Ja. Hij is niet echt een aansteller of een nietje of zo, maar dit was echt ontzettend pijnlijk. Hoezo wat? Iedereen heeft er wel eens hoofdpijn. Dus hij wil zeggen, ik had een hoofdpijn, joh. Nou, dat heb ik nog nooit van mijn leven gehad.
zo'n erge hoofdpijn. Ja. Dus wat hebben we dan? Een grieperig gevoel, te weinig zuurstof in het bloed en een ontzettende hoofdpijn. Dat is corona. En hoe weten we nou of hij corona heeft gehad? Ja. Nou, dan wordt er momenteel, dat was op het NOS-journaal. Er is een man en die is dan gespecialiseerd in het onderzoeken. En die is dan bezig met, en dat zal je even horen zo. Je hebt de gewone test die kijkt of je het virus hebt. Maar we hebben het nu over de antistoffentest. En die kijkt eigenlijk of je het virus hebt gehad. En hoe doen we dat dan? Door te kijken of er afweerstoffen in je bloed zijn verschenen. Deze test, is hier goed genoeg? Kunnen we hem op grote schaal gaan gebruiken? Dat weten we nog niet. Dat zijn we nu aan het uitzoeken. Want zo'n test kan eigenlijk twee soorten fouten maken. Hij kan dingen zien die er niet zijn. Maar hij kan ook het niet zien als het er wel is. Kortom. En dan gaat hij uitleggen wat het erin houdt met immuun dus. Die test kan dus zeggen dat je immuun bent, terwijl je het helemaal niet bent. En die test kan ook zeggen dat je niet immuun bent, terwijl je het wel bent. Dat zijn de twee manieren waarop een test fout kan gaan. Dat geldt niet alleen voor deze test. Nee, dat geldt voor het begrip test. In het algemeen. Dat is zo basic. Ja, als jij iets onderzoekt en je zegt ja of je zegt nee, dan zijn er twee redenen waarom je het fout kan hebben. Dat is namelijk dat je ja zegt terwijl het nee is. Of dat je nee zegt terwijl het ja is. Ja, dat lijkt me nogal wieders. En ik weet dat. Ik heb epidemiologie gestudeerd. We hebben allemaal statistiek. En wij moesten betrouwbaarheden van testen. Ja, toepassen. Je kan, omdat een test die je doet en niet oneindig betrouwbaar is, want fout positief en fout negatief, die heb je altijd. Echt altijd. De menselijke toestanden van alles, het is allemaal zo divers. Er kan er altijd eentje tussen zitten waarvan je denkt, ja, die heeft het. Maar die heeft het helemaal niet. En er is een neiging om testen op kwalen en dergelijke, om die dan onder het mom van ja, we willen niemand die het wel heeft aanwijzen als dat ze het niet hebben. Dat is fout negatief. We willen niemand met een veilig gevoel naar huis sturen terwijl ze het wel hebben. Dus we willen dat risico zo klein mogelijk maken. Ja. Dat is net zoiets als schuiven met een te klein tafelkleed. Het is, je schuift of aan de ene kant of aan de andere kant, maar het is altijd te kort. En wat je aan de ene kant dan zegt, nou, ik wil niet dat het tafelkleed aan de rechterkant dat er een heel stuk tafel te zien is, hoor. Ik leg het tafelkleed net alsof het goed past, helemaal naar rechts. Ja, maar dan heb je links een heel groot stuk te weinig. Toch? En je schuift naar rechts of je schuift naar links. En de grap is dat je de nauwkeurigheid van dit soort testen in het algemeen, ja. Kijk, een lengte kan je meten met een behoorlijke nauwkeurigheid. Een lengte kan je makkelijk meten op een millimeter nauwkeurig. Niet heel makkelijk, maar hè? Dat is te doen. En in principe een hele goede timmerman die moet toch gaan tot op een tiende van een millimeter. Voor heel nauwkeurig werken. Maar dan nog is het afgelopen. En zo is het bij medische toetsen ook. Die zijn niet zo verschrikkelijk nauwkeurig als het oog van een timmerman met een goede duimstok. In de zin dat hij heel erg nauwkeurig kan meten. Dus in die jaren is er onderzoek gedaan naar de bijwerking van borstkankeronderzoek. En dan ging het met name om de fout positieve. Dus de vrouwen die naar aanleiding van de bevolkingsonderzoek de aantekening hadden gekregen. Nou, u heeft borstkanker. Hoeveel van die vrouwen hadden het eigenlijk? Hoeveel van die vrouwen hadden het helemaal niet? En er zijn wel allemaal maatregelen getroffen, zoals borstamputatie. En dat is niet zo leuk voor iets wat je helemaal niet had. Dat was aanmerkelijk. En die man die dat college gaf, was een heel klein klasje van 20 leerlingen of zo. En die zei dus van ja, dit is bekend. En ja, er wordt niet naar ons geluisterd door het RIVM of wie dat ook maar doet. Ze luisteren niet naar ons.
Terwijl wij het rekenwerk... Nou, wij deden het rekenwerk ook. Hij zei, dit is... Ik ga maar aan de slag, reken maar uit. Gewoon op basis van standaard statistiek. Geen rare geintjes. Gewoon een ANOVA-tabel. Zo doe je dat. Nou, wij konden die man allemaal gelijk geven nadat we uitgehamerd waren op onze rekenmachines. Dat klopte wat hij zei. Er is een toets die kan dus twee manieren fout zijn. Nou, en deze man die is dan aan het toetsen of het afweersysteem geactiveerd is. En die kan er dan vanuit gaan dat er zo'n fenomeen is. Dat is coronapatiënt. En als iemand dus coronapatiënt is... En of denk dat je vermoedt het, maar je meet helemaal niks. Het afweersysteem doet het niet. Dat hij helemaal geen antistoffen heeft, terwijl hij ze wel heeft. Dat kan natuurlijk. En het kan ook zo zijn dat je dus constateert van... Hey, die persoon heeft afweerstoffen, maar die heeft die afweerstoffen helemaal niet. En dan moeten ze dan gaan uitzoeken hoe ze erachter kunnen komen of dat allemaal wel klopt. De vraag is dan natuurlijk, hoe wil je dat gaan bepalen of je test klopt? Als je geen vergelijkingsmateriaal hebt. En al helemaal bij het fenomeen corona. Want hoe test je nou of iemand corona heeft? Is dat dan tegenwoordig? Nou, als iemand dus een beetje grieperig is... Hè, en hij ligt wel toch wel één dag op bed... Hè, nou, en hij heeft er weinig zuurstof in zijn bloed... en dan diezelfde avond, hè, na die ene dag, krijgt hij heel erg hoofdpijn. Oh, dat is corona. Ja, ja. Dat geloof je toch zelf ook niet? En ze zijn dus nu dan, over een maand pas, kunnen ze dan gaan kijken of iemand immuun is, of hij in contact is geweest met corona. En als hij dan niks mankeert, nou, dan is hij dus kennelijk immuun. En daar gaan ze dan nog een maand zeker over doen. Ja, ja. Maar hoe testen ze dan op corona? Daar hoor je ze niet over. Tenminste, ik hoor er verder niks van. Ik zou het niet weten hoe ze het aanpakken. En ook met die afweerstoffen. Ja, op welke afweerstoffen ga je dan letten? Je moet dan dus weten, een coronapatiënt heeft deze afweerstoffen. Maar die hebben andere mensen misschien ook wel. En je hebt iemand met corona, dan ga je afweerstoffenonderzoek doen. En dan komt stofje A, stofje B, stofje C, van alles komt eruit. Maar een mens heeft een hele hoop afweerstoffen. En hoezo zijn die afweerstoffen in jouw lichaam dan een reactie van jouw lichaam op contact met corona? Misschien kwamen die wel van het contact wat je hebt gehad toen je dat bedorven kippenbouwtje vrat bij de Kentucky Fried Chicken. Dat heb ik een keer meegemaakt. Maar dat was geen kippenbout. Dat was een long chicken. Jeetje, wat een diarree. Ja, ik denk dat ik ook wel in mijn bloed afweerstoffen heb tegen die... Het zal het geweest zijn, Salmonella. Een variant Veenendaal. Want daar zat die Kentucky Fried Chicken. Ja, je weet niet wat Kentucky Fried Chicken in hun long chickens stopt. Anyway, je kan wel kijken naar de afweerstoffen die ik heb... maar hoe weet je nou dat ik die afweerstoffen heb aangemaakt... naar aanleiding van coronacontact? Misschien had ik die al. De medische wetenschap is niet iets magisch. De medische wetenschap is gewoon maar wetenschap. En gewoon maar wetenschap. Dat valt er altijd netjes onder hoofdwetten als oorzaak en gevolg. En het verschil tussen het fenomeen waarneming en het ding op zichzelf. En dat doen deze mensen zo. Ja, ik ben dus heel erg... Ja, ik mag op tv, hè. En, ja, ik zal even zeggen wat ik ervan denk, hoor. Ja, ik had corona.
Ik zag vanmorgen ook nog twee filmpjes. Was er eentje. Is ook wel leuk om het even te laten zien. Op Facebook. Van een goede Facebook vriend van mij. Ik wil echt niet weten wie dat is. Maar... Kijk hoor. Messenger was dat. En hoe hier naartoe? Even het geluid. It's about hospitals around the world and they're empty and... Dit is in Australië. En er is een Australiër die is de straat opgegaan met zijn cellfoon. En naar zo'n ziekenhuiscomplex gelopen. En daar is het totaal uitgestorven. I thought, you know what, I'm going to go check in the hospital. See how busy it is. Because it's one of the biggest things in the world now. So hospitals should be absolutely full. Because people don't ask any questions. They don't listen. If you're sick, you're going to come here. So here I'm at the Dandenong Hospital, Australia. Victoria, Melbourne. Dandenong Hospital. It's more quiet than I've ever seen before in my life. Okay, look at it. Hij zegt dus, het is hier stiller dan dat ik dit complex ooit heb gezien. Ja, niemand mag de straat op. Hij loopt nu over een paadje. Everyone, morning down business, emergency. Is no one here? Is dan de wat is het weer? Eerste hulp. Emergency. Nurses and that. Got masks, they're stopping people from coming in. The emergency. But where are the people? Look. Ja, vraag ze wel, waar zijn die mensen dan? Absolutely disgraceful. Everyone's in there, look, nurses and stuff. Today's Tuesday the 31st. Dit is nog maar eer gisteren. You've got people with masks here? No. But no one's here. Have you been overseas in the last No one's here. Look. No. Have you Look at this. Dat is grappig, ik zag dat ook nog. Where are all the sick people? Precies zo'n filmpje. Excuse me, love, where are all the sick people? Where do we see the coronavirus people? Waar zijn al die zieke mensen? Hetzelfde filmpje zag ik ook uit New York. Precies dezelfde ensenering, maar dan in het centrum van een grote stad. Dit is dan een beetje buiten de grote stad. Heel ruim opgetrokken. En daar in New York staat een zo'n rijtje ambulances. En die staan allemaal zo'n beetje te wachten. En in één ambulance zitten twee mensen. En iemand anders die staat bij een van die raampjes. Die staat een praatje te maken. En daar loopt hij dan op af. Nou, is er iemand ziek hier? Corona-toestanden, iets dat jullie weten. En al die mannen zo hun schouders ophalen. Ja, wij weten van niks. Wij zitten hier voor de poen. Leuk toch? Zijn grote doorgestoken kaart. Hoax, dat heb ik net even opgezocht op translate.google. Dat betekent oplichterij. En dat is het. Dit is oplichterij. Wij worden opgelicht. Er wordt in onze kontzak gegraaid om de biljetten die wij zuur verdiend hebben eruit te vissen. Maar gelukkig grijzen we iedereen in de kontzak. En gedeelde smart is halve smart. En zoals die Amerikaan zo mooi zong... Billy Joel. And then we will all go down to Getter. And then we will all go down to Getter. Ja, daar gaan we ook. Maar het is wel gezellig natuurlijk. Ja, laten we eerlijk zijn. Hè? Het is ook wel sneu voor de middenstand hier in Arnhem. Want die kijken echt heel erg zuur. Mijn schoenmaker, dat ben ik vandaag en gisteren. Er was zo'n liedje op de radio van de Bee Gees. Stay alive. Stay alive. En zijn zoon, die keek me zo aan, die hielp mij. Die zei met een glimlach. Nou, dat is wel actueel, hè, dat liedje. Ja, die ziet het lol er wel van in. Ja, een schoenmaker. Die hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken. Nou, die tatoeëerders, die kunnen het shaken. Die hebben nu een harde tijd, moet ik zeggen. We hebben nog wat tattoo shops. En ik ken ook een jongen en die werkt er in zo'n... Die heeft er opgericht zelfs. Ja, die is niet blij. Restaurants allemaal dicht. Ah,
vroeger dicht. Nee, dat gaan we wel voelen. Ik ben benieuwd wat we daar terug voor gaan krijgen. Dat is een heel leuk kaaswinkeltje weer in Arnhem. Ja, die zal nog wel open zijn. En de viswinkel is ook nog wel open, maar... volgens mij kopen mensen nu echt alles bij de super. Net als op mijn werk. Dan gaat ook iemand zo even boodschappen doen achter een beeldscherm. En dan wordt er dus voor de hele locatie voor een week lang wasmiddel ingeslagen en koffie en alles. En dat wordt dan bezorgd met zo'n busje. Ik denk dat mensen dat nu ook doen met de corona. Wow, bestellen wel bij de Plus. Of de Spar. Of de Albert Heijn. Ja, dat is niet leuk voor de middenstand. Nee, dat gaat wel inhakken. Nee, dat is een grote scam. En zielig voor ons. Dat vind ik wel. Ik vind niet echt dat je kan zeggen dat we dat verdiend hebben. Dit zag ik ook niet aankomen, hoor. Ja, en ik heb weer nergens over te klagen. Net als mijn schoenmaker. Ja, mijn inkomen gaat wel door en we krijgen nog een bonus ook. Heb ik al gehoord. En ik mag daar toch ook onder vallen, want ik val onder de CAO van de gehandicaptenzorg. Dacht ik. Een week al zeker. Staat in mijn arbeidscontract. Dus of ik een schoonmaker ben, dat maakt niet uit. Ik val wel onder die CAO. Dan krijg ik ook een bonus. Dat is leuk, want de belastingdiensten zitten me ontzettend in mijn nek. En die hebben loonbeslag gelegd. En dan kunnen ze weer extra beslag gaan leggen. En die jongens en meisjes ook weer blij daar in Apeldoorn. Ja, ik ben hier niet op de wereld om geld te verzamelen. Als ze mij maar met rust laten, ben ik al lang blij. Ik heb eigenlijk momenteel de tijd van mijn leven. Ik heb nog nooit zo rustig gehad en zo tevreden. En niemand zeikt tegen mij. En wie het wel doet, nou, dan hoef ik alleen maar te zeggen. Het was vandaag ook weer op mijn werk dat er eentje tegen mij zat te zeiken. En ik ga maar heel vriendelijk blijven. Even een mailtje gestuurd naar mijn baas. Kan die ook weer wat doen. Ik heb zo'n leuke baas en die grijpt altijd gelijk in. Ik ben benieuwd wat hij gaat zeggen. Een beetje grote mond hebben tegen de schoonmaker. Wat denken we nou? Wat krijgen we nou zich? En dat soort dingen, dat hoort gewoon bij het werken. Ja, na mijn werk is altijd zitplaats in de bus. Zeker op de terugreis. Want ik ga midden op de dag alweer naar huis. Lapswans dat ik ben. Morgen ga ik maar 3 uur werken. Jeetje, man. Even iedereen jaloers maken. En dan heb ik aan het eind van de maand, inclusief mijn toeslagen en zo, daar staat er weer genoeg om. Ja, onvoorziene uitgaven. En die heb ik dus momenteel nu, met die rare belastingdienst. Omdat ze weer wat hebben, dan krijgen ze weer wat. Ja, tik toch aan. Maar zo dadelijk zijn ze tevreden, mag ik aannemen. Mag ik helemaal genieten van 100% van mijn inkomen? Nou. That will be the days. Maar voor de rest van Nederland echt kaal en arm en koud bestek. Vind ik echt zielig. Ik heb echt met de mensen te doen. En ik heb ook met de mensen te doen die dan zo bang zijn voor het virus. Want die heb je ook, hoor. Oh man. Bijna 100% van de mensen die ik ken. Heel toevallig de Mohammedanen die ik ken, die hebben allemaal zoiets van, is van mij wat batsen. Allah heeft ons perfect geschapen en dit zal weer rare, nieuwerwetse, westerse fratserij zijn. En dat is het ook. Dus die Mohammedanen hebben gelijk. Ja, mijn vriend Wim Kruidentuin, die maak je ook de pis niet lauw. Ik was vorige week nog even hier.
Kijk, zo zeg ik vorige week. Hè? Die was vorige week nog even hier. Niet vorige week. Nee, die was vorige week nog even hier. Die zat gewoon bij mij op de bank. Heel grappig, gaf ik hem geen hand. Maar we geven elkaar nooit een hand. Zo zijn we niet. Maar hij heeft gewoon het koffiekopje beetgepakt wat ik voor hem volgeschonken had. En nou, dan zitten toch mijn vingerafdrukken met een eventueel coronavirus op de koffiemok. Hij pakte gewoon die koffiemok beet zonder handschoentjes hoor. Hij Wim trekt zich ook nergens wat van aan. Nou, zei Wim, ik heb nooit griep. En voor hem is het ook gewoon dat. Griep, that's it. En wat ik ook nog denk, is wat ze gaan doen. Is dat ze, als we zo dadelijk dan lichtgroen krijgen. En dan, dan is het zogenaamd voorbij. En dan gaan ze lopen brullen over een tweede golf. Wedden? Tenzij iedereen mij na gaat praten. En dat ze dat daarboven in de gaten krijgen. Dat ze dan gaan zeggen, nou dan doen we maar geen tweede golf. Want anders krijgt Perry gelijk. Maar ja, zoveel reikwijdte heb ik niet. Dus ga er maar vanuit dat je een tweede golf krijgt. Die ze dan ook weer gaan verzinnen. Ja, het houdt ons bezig, hè? Meer niet. En iedereen werkt straks voor de overheid. Op een of andere manier. Pas tot verrekening, als je voor de McDonald's werkt, dan werk je eigenlijk voor de overheid. Werk je voor dat principe. Een hele grote, mistige onderneming waarvan jij niet weet hoe die zijn belasting betaalt. Helemaal niet weten wat er besloten wordt. Dus we hebben helemaal niks mee te maken. Je bakt die frieten en je gaat naar huis. Het hele gebeuren met middenstand. Dat je een bedrijf hebt waar de medewerkers zuinig op zijn. En waar ze voor willen gaan. Dat heb je straks niet meer. Straks heb je alleen nog maar teams van mensen die elkaar steunen voor een bepaalde vestiging. En dat is het dan. Zo even tijdelijk met z'n allen. Maar je kan niks opbouwen. Je bent er maar een nummertje. Je krijgt je periodieke werkvergoeding en iets van pensioen of zo. En dat is het. Je kan niks opbouwen zoals vroeger gebeurde met familiebedrijven. Ik heb voor zo'n familiebedrijf, een grote jongen hoor, heb ik gewerkt. En het bedrijf bestaat nog wel. Maar ze hebben van, ik weet niet hoeveel bedrijfstakken die ze hadden, hebben ze afscheid genomen. Ze werkte facilitair. Dus als je een bedrijf hebt, dan heb je los van jouw specifieke product wat je maakt, heb je voor je kantoorruimtes en je werkruimtes en whatever, heb je algemene middelen nodig. Die toiletten moeten schoon zijn. En je hebt zonwering nodig en noem het maar op. Dat leverde ze. Ja, ze maar weg. Zo'n one-stop facility management BV. Wat leuk gerund, dat bedrijf. Leuke directie. Veel vrijheid voor het personeel. Iedereen die daar werkte was altijd vrolijk. Behalve de automatiseerder. Dat was een beetje een chagrijnige vent. Die had overal zo zijn twijfels bij. Ja, je moet het wel zo doen, want anders is het niet goed. Ja, dan kunnen ze wel zeggen, maar dat is volgens mij niet goed hoor, als je het zo doet. Je moet het gewoon doen zoals ik het zeg. Je moet het zo doen. Ja, dat snappen ze nog niet hoor, maar dat moeten ze maar leren. Ja, toen is die man ontslagen. Ja, doei. Maar dat soort bedrijven, ik heb ze veel zien verdwijnen in de tijd dat ik automatiseerde. Dat is jammer. Zonder meer jammer.
was een leuke bezigheid voor de mensen. En nou krijg je dan zo'n kaalslag onder de winkels. Tja. En hoe we eruit moeten komen. Ja. Ik denk niet dat dat ons grootste probleem is. Het wordt wel duidelijker dat. Het volk wat zich zo makkelijk bij de neus laat nemen. Ja, die geloven straks alles. Maar per slotverrekening, we waren al zo. Neem die maanlanding. Dit is a small step for a man and a giant step for mankind. En dan zie je dus Neil Armstrong. Zie je die maanlander stappen. Die landingsmodule. Ja, maar wie heeft dat gefilmd dan? Want hij was toch de eerste op de maan. Maar die camera die staat op de maan. Of die hangt aan een of andere arm die ze dan vanuit de maanlander naar buiten hebben geschoven. Maar nou, dat lijkt me wel een hele toestand, hè? En dat alleen maar voor één shotje van de rug van Neil Armstrong. En we konden geen apparatuur meenemen om de zwaartekracht op de maan te meten. Nee, want daar was geen ruimte meer voor in de maanlandingsmodule. Nee, wel voor die hele camera-arm-extensie om de opname te maken die de wereld over zou gaan. En wij hebben er allemaal naar gekeken en niemand heeft zich afgevraagd... Goh, waar staat die camera eigenlijk? Iedereen was stom verbaasd. We zijn naar de maan gegaan. Ja. Ja. Zie dat maar eens te veranderen. Ik zou, ja, door dit te vertellen aan jullie... en dat jullie dit door kunnen geven. Maar... En de regel is het zo dat iemand die dus gelooft... dat we naar de maan zijn gegaan, als je die gaat vragen... van, dan moet je trouwens maar eens doen. Van, goh, en waar denk jij nou dat die camera stond? Nou, gewoon in de maanlandingsmodule. Nee, zeg nou, nee, toen Neil Armstrong op zijn rug werd gefilmd... terwijl hij dat trapje afging. Die camera stond toch op de grond buiten, of niet? Moet eens kijken wat er gebeurt. Ja. En dan zeg ik tegen jullie in het volste vertrouwen... dat ik er alweer eens zou maken over de coronacrisis... en andere grappige aspecten. Dan zeg ik tot de volgende keer. Doei.